Pelema Schoon is een echt begrip in de gemeente. Deze zomer bestaan ze 5 jaar. Reden om er eens wat meer bij stil te staan. We spreken Ans van Kuik, adviseur fysieke leefomgeving bij de gemeente, en Rob Kussers van Pelema Schoon. Nou, het is echt heel belangrijk, maar vooral ook heel fijn voor de gemeente. Pelema Schoon bestaat nu 5 jaar. Een clubje of een paar mensen die zwerfafval opruimden, hebben zich samengepakt. Ja, en dat heeft geresulteerd in een organisatie na 5 jaar waar ruim 350 vrijwilligers opruimen, waar dorpscoördinatoren zijn. Maar die doen, ja, ze doen nog meer, want ze geven ook voorlichting op scholen. Ze kijken mee of de prullenbakken op de juiste plek staan in de gemeente. Ze spreken bedrijven aan die rommel veroorzaken of bouwplaatsen of noem het maar op. Dus ja, wij zijn als gemeente echt heel trots op de organisatie Pelema Schoon. Ja, 5 jaar geleden zijn we begonnen met Pelema Schoon. Dan hadden we eerste opruimactie. Dat was met 40 deelnemers, 80 vuilniszakken vol. Dat vonden we enorm veel. Dat smaakte naar meer. Het jaar daarop zijn we verenigingen gaan inschakelen, zodat we in elk dorp opruimacties hadden. En momenteel hebben we 2 keer per jaar een opruimactie in elk dorp. Verenigingen hoeven niet meer uit te nodigen, want we hebben zoveel vrijwilligers. En de inschatting is dat we ongeveer 2000 volle zakken hebben verzameld in 5 jaar tijd met die grote opruimacties. Tijdens de coronatijd waren grote acties tijdelijk niet mogelijk. En toen zijn we begonnen met het adoptieplan. Het adoptieplan houdt in dat mensen een stuk straat kunnen adopteren en dat schoonhouden. We hebben ondertussen 350 adoptanten die ieder een eigen stuk schoonhouden. En ze krijgen materiaal van ons. En we zijn zover dat we in elk dorp een coördinator hebben of een team hebben die het materiaal uitdeelt. Ik heb hier de voorraad, mijn eigen voorraad van Helden, want dit is locatie Helden. Als je daarnaar kijkt, wat krijg je van een adoptant? Natuurlijk vuilniszakken, stickers met zwerfafval die op die vuilniszakken horen. En langzaam maar zeker begint dat te groeien. Dus we hebben een ring om vuilniszakken vast te houden om te voorkomen dat ze dichtwaaien. En dan krijg je grijpers. En grijpers zijn er in meerdere maten. Dus je ziet hier de kindergrijpers. Nou, dat zijn kleine draadjes. Dat vinden de kinderen heel erg leuk. Maar die zijn wat korter natuurlijk. We hebben langere grijpers. En we hebben zelfs in elk dorp een lange grijper om in beekjes en water aan de slag te kunnen. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook zichtbaar zijn. Dus we hebben hesjes van Pelema Schoon. De eerste keer was het een beetje spannend om te kijken of mensen het wel omdeden. Maar het is nu heel gewoon dat je dat soort hesjes aan hebt. Het is ook nog veilig. En ja, wat we geleerd hebben is handschoenen. Handschoenen zijn er voor de veiligheid natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel maten zijn we achtergekomen. Dus we hebben voor iedereen elk wat wils. Omdat we zoveel adoptanten kregen, moesten we wel iets organiseren om te voorkomen dat er overlap was. Dan zijn we begonnen met een digitale kaart. Die is voor iedereen toegankelijk op internet. En dat is ook heel makkelijk voor nieuwe adoptanten, want ze zien precies waar nog opgeruimd kan worden en waar niet. En sommige plaatsen is de kaart 100% gevuld en andere plekken niet. En toen we toch aan het opruimen waren, toen bleek dat we best wel spannende en interessante zaken vonden. En op basis daarvan hebben we een galerij van bijzondere vondsten aangelegd. En het is onvoorstelbaar wat je vindt. Het is eigenlijk in 2 categorieën onder te delen. 1 deel is wat mensen kwijtraken, er zitten vaak waardevolle zaken in. En de andere categorie is echt dumpingen en wordt gegooid. Dus neem eens een kijkje op onze website naar de bijzondere vondsten. Hey Rob. Hoi. Hi. Hey. 5 jaar Pelema Schoon. Ja. Goh, wat goed zeg. Van harte gefeliciteerd. Ja, dat is heel wat hè. Heel wat. Nou, heel wat. En heel wat mensen die jullie op de been gebracht hebben. Ja. We hebben echt een schonere gemeente. Ja. Bedankt. Ja. Ja, leuk. Ja. Het is toch leuk ook, dat heb ik al eens gezegd. Hè? De mensen vinden het toch leuk ook. Ja. Ja. Hey, en wat gaat er nog gebeuren als met de activiteiten om jullie jubileum te vieren? Nou ja, dat wil ik wel zeggen, ook in de camera. We hebben echt wel een heel jubileumprogramma in elkaar gezet. Dus op onze website en op van alle media is bekendgemaakt. Straattheater, we hebben lezingen, we hebben scholen, speciale acties. Dus we pakken echt uit dit jaar met ons 5-jarig bestaan. Ja, leuk. Ja, ja, we zien elkaar nog. Ja. Want er is ook een tentoonstelling in het huis van de gemeente. Ook met Pelema Schoon, maar ook met de bouwers en de plastic soep. Dat en klopt. Kijk op de website van pelemaschoon.nl. Op de website pelemaschoon.nl lees je alles over het jubileumprogramma en de activiteiten die het hele jaar door worden georganiseerd.